Wait. Okay, car class have changed. Oh nee. Power weight, four-wheel drive. Power weight, rear-wheel drive. Oh, die is echt een heel stuk slechter. Power weight. Ik ga voor de Porsche. Ik ga voor de BMW, die is four-wheel drive. Insufficient phones. Oh, ik heb geen niet genoeg geld, kut. Ja hoor, ik kan hem lonen. En hoe loon je hem dan? Ik kan hem niet lonen. Dat rode geldgetal, dat was onvoldoende hint voor je. You don't have enough money to purchase this car. Ja, maar lonen kan ik hem ook niet. Ja, wel de eerste wel. Oh, de eerste. Drie rondes, toch? BMW ja, M1. Een oldtimer dingen, ja. User joined your channel. Zo, het is een nieuwe opa. Hachi. Eindelijk zover. De bejaardentehuis opgedoken of zo. Wat ja, is dit? Jij wordt dadelijk een bejaardeman. Oh. Na de tweede bocht. Heeft iedereen zijn contactlens in? Ja. Schiet nou maar op. Ben je klaar? Ja, ik ga hem nu opstarten. Maar net had ik Grit eerst opgestart en toen kon ik er niet meer uit met Altap. Zie, wij hebben het probleem dat we er niet meer in komen en de jeugd heeft het probleem dat ze er niet meer uitkomen. Moet ik je nou weer een invite sturen of weet je nou hoe het moet? Ach, Paul die heeft de Ford Capri, ja? Ah, mooi hè. Die heb ik vroeger echt gehad, hè. Ja. Moet je nagaan hoe oud je bent, hè. Oh. Nee, maar het is wel een leuk dingetje. Ja, voor de eerste, hè. Nou. Dan gaan we beginnen. Zo. Laat me nou rustig met donuts maken. Deze hebben we al eens een keer gedaan. Dat is een hele kleine Red Bull ring. Alleen dit is de andere kant op. Het is wel weer opvallend hoor. Je start wel als eerst, Mark. Ja, hij heeft die startvolgorde nog weer niet aangepast. Oh, vergeten! Wat een auto, joh. Dit gaat echt. Nee. Hij is wel breed, die auto. Zo behoorlijk. Mijn god, past niet eens in de parkeerplaats. Zo, lekker start, Nox. Nee, Evert! Hey joh, Karel! Fuck ja, dat is Evert! Goddamn, motherfucker! Jongen! Evert, fucker! Weet je wel, ja, geef je mij de schuld, je rijdt zelf tegen me aan, badmuts! Nee, ja. Oh shit, de bocht! Shit, de bocht! Oh! Wat een circuit, man! Wie komt er nou van achter? Hij is een beetje snel, die auto. Zo, nogal, ja. Moeten we even leren remmen, dat helpt ook, denk ik. Oh. Een beetje zet door de grimbak in. Het is wel een beetje een onbenullig ding, dit. Beetje? Het gaat een beetje hard, vind ik. Tandjes, hè. 300. Oh. Wat zijn het voor bizarre auto's, joh? Die gaan echt hard, die dingen, zeg. Potskleren, hier 250.
Ja, elke bocht vlieg ik eruit gewoon. Oh, mooie bochten, Noxie. Ja, mazzel eigenlijk. Jezus. Het gaat een beetje te hard voor mij, voor opa. Zijn je vrouw ook verdacht? Ja. Ah. Je moet eerder remmen, zie ik wel. Ja. Ja. Je, voor je gevoel denk je dat redt hij makkelijk, maar je vergeet even dat hij 300 rijdt. Kade staat uit volgens mij. Ja, dat heb ik gedaan, want anders is het helemaal janken. Waar ben jij ergens, Mark? Je bent ook een eind weg. Ja, ik rij eerst, hè. Wend er maar aan, dat is gewoon altijd standaard eerste. Ik ben handig om mensen weer te gaan plannen. Ja, het is nog wel langer, of is het niet? Ik kan het niet weten. Oh, mijn voorkant is er wel af trouwens. Denk dat niet, was bij die allereerste bocht. Damn it, hey. 37,5, netjes even. Ja, alles boven de achter, alles van 38 of hoger is een homo. Ja, dat ja. Ja, allemaal maar. Plus 3, plus 3, plus 4. Ja. Nou, ik zou zeggen boven de 40 seconden is voor faggots, maar... Was het een heel klein circuit of viel dat wel mee? Ja, dat was heel klein. Ja, ik had het gevoel alsof ik echt elke keer dezelfde bocht... Zijn drie bochten waren het. Kan ze ook alvast weer plannen? Ja. Daniel, je hebt de kamer niet goed afgesloten. Nou, ze zit in een natuurlijke omgeving nu. In het wasbak. Oh, dan krijg je klappen, jongen. Nou, net bij de start zat Mokkel af te leiden. Oh ja. Ah, dat is niet erg. Je moet een grote mond tegen mij hebben, hè? Wil jij een keer rijden? Ja. De ideale vrouw heeft ook twee knoppen op de voorhoofd, hè? De ene is voor aan-uit en de andere is voor keukenneuken. Hij heeft hem op de speaker staan, hè? Dan realiseer je dat. Op af, op af. Hoeveel kan je veel gedaan met blije kunstspelletjes? Blije kunstspelletjes. Ik vind het van, denk ik. Wat een kei leuk, toen. Ja. Volgens mij snapt ze niet helemaal wat een avondje voor jezelf is, of wel? Nou, zal ik nou? Goh. Ja, wij neuken ook liever, maar bij gebrek aan kut. Jezus, het gaat die dingen hard weg. Ja, wat denk jij? Op, bokken. Hop, jij ook? Hop. Bam. Bijna. Jezus, wat een vagus, joh. Ja. Jezus, Sam, jongen, echt gele aap. Wat kan moeten we? Of ik dit niet kan, hè? Nou, ik ga het nu klappen krijgen, Shadow. Hier, bam! Oh, wie was dat? Ja, Hachi die gaat gewoon als een kamikaze piloot over die baan heen. Ja, hij ligt wel, Ja. Wacht maar. Ja, bijna. Een klein beetje, maar niet voor lang als het aan mij ligt. Dan gaan we wel even verandering inbrengen. Ja. Hop! Kan ze ook uit? Of lastig? Burning rubber. Hij is weg, Chris. Daar hebben we geen last meer van. Wat hier. Jongens, wat een bijna. Auto, hè. Zo, echt niet normaal. Wat een snelheid. Ja. We zijn toch echt te oud geworden, Karel. Tja. Kunnen we niet meer gehandelen, die snelheid. Gaan we echt te snel, gewoon. Opbokken! Joh, je slingert als een dronken balloon over die baan, jongen. Echt eerlijk waar. Ja, het is een vrouw die rijdt. Oh. Wacht maar. Ik even de sherryfles afblijven.
Je moet van de drank af blijven, zeg ze. Oh, fuck. Zo, ik kom gaan. Hier, mijn drank op. Hop, bam. Oh, wat is dat? Oh, fuck. Oh. Hoppa! Ze is net iets te enthousiast als iemand dwars gaat. Ik denk dat je er nog een computer bij moet kopen, Daniel. Huh? Lukt me wel. God, Colleen, wat een slecht. Ondertussen rijdt Nox wel eerst, hè? Nee, ik ben er niet van leer. Hoppakee, kom aan! Ik kreeg net om onbekende reden gewoon een penalty. Oh? Ja, ik heb er ook al een. Trouwens, wat een leuk baantje dit. Nee, man, verschrikkelijk met deze auto. Je hebt een foutje, jammer. Hier nog dit, joh. Ligt allemaal shit op de baan. Shit? Allemaal banden, hele stapel. Ja, dat noem je een bandenstapel. Weer een penalty, geen idee. Ja, dat gas waaien, Paul. Nee, dat ben ik. Je hebt hem gewonnen, Evert. Ja, oh, dat ben jij, Margaret. Ja. Komt door jouw penalty, Noxie. Ja. Ik sta hard door de bocht. 3 seconden. Ik zag niet waar je die penalty zou moeten oplopen. Maar. De kloot. Ja, het gaat ook te snel. Ik krijg het ook niet mee. Ik heb ook penalty. Iets grijp of niet? Vind je nee, dat een beetje apart? 1-14-6. Jezus, 1-12. Hoe krijg je het voor elkaar, man? 1-12-1. Ja. Opa, hè? Snelste ronde weer. Wederom. Wat? Penalty. Wel, serieus, voor jou ook fijn, hè? Mm-hmm. Ik zit niks te doen hier. Maar ja, de vakantie. De vrouwtje rijdt even vierde plek. Ja, ik ga het wel weer doen. Nee. Gaat iedereen maar klagen. Je moet genieten van het leven. Zeker als je vrij bent. Ja. Heerlijk. Nou, en hou nu maar gewoon je mond voor Tim in je sokje aan. Wat zou je nou doen, sokken in je mond? Je moet genieten van het leven. Dat zeggen ze altijd vlak voordat ze vreemd gaan, weet je dat? Laat mij genieten van je roodblanke tieten. Dat is vast genieten. God, dat is echt een opa liedje, ja. Hé, maar wel eerst met de snelste tijd, hè, Doxie? Ja. Dat bedoel ik maar even. Ja, maar dus meestal als je eerste wordt, heb je toch de snelste tijd gereden? Dat hoeft nee. Niet. Hoeft nee. Niet. Hoeft niet. Dat is eigenlijk vrij zeldzaam. Ja! Rot gewoon op! nou vindt hij niet leuk meer, hè? Nou vindt hij het irritant worden. Ja. Is er geen was meer te doen? Nou, bijna. Ze is bijna klaar. Dat kan ze opbokken. Als ze straks is klaar met de was, en dat ligt in een hele mooie grote stapel, zou ik dat gewoon over de grond heen leggen. Ik zou er gewoon op schijten. Ja. Nog beter, ja. Oh my god, ik heb Serious Sam voor me. My god. Flash de beuken, ik weet niet of je het weet, hè, maar je zet gewoon echt dadelijk op YouTube, hè. Straks lopen we weer te janken. Kut door jou, jongen. Kijk, ik kom hem te remmen. Godverdomme. Je hebt het gewoon niet. Hey, Daan, hebben de buren daar geen last van of zo, of wat? Nou, ik zou niet langs mezelf willen wonen, nee. Nou ja, langs haar willen wonen. Jezus, ga de bocht om, Krenk.
Waarom reed iedereen vol tegen die bocht? En ik vergat te remmen. Flik op, Sam. Shadow, jongen. Wat een misnicht. Ik vlieg gewoon, joh. Jongen. Ja, waarom heb jij je rijbewijs gehaald, man? Dan zit de godverdomme te beuken en dan word ik geraakt. Collateral damage, of wat? Is dit baantje überhaupt wel geschikt voor zo'n auto? Ik vind hem lekker, moet ik zeggen, die auto. Je bent snel klaar, zeg maar. Doen, joh. Niet te doen. Noxie kan er wel eens goed mee overweg. Die rijdt met mijn slot voor mijn ogen. Maar Noxie is met elke auto goed. Nou, ik ga die kind op zijn bed leggen. Jezus. Ja, ik kom zo. Kom ook niet voor jou. Wat iedereen nog daar? Wat? Ik druk op het verkeerde knopje. Wat een gay zeg. Oh. Iedereen ziet die af. Maar die bocht is een beetje moeilijk met die auto. Gewoon niet te doen. Ik sta weer in die muur. Die hele auto glijdt niet eens. Verdomme. Hey. Hoppa, nog een beukje. Hoppa. Hey. Laat ik me mee inhalen, zeker ook. Cash, we gaan dat ding snel, zeg. Ja. Niet normaal. Die Ford Capri valt tegen, man. Jullie lopen ze gewoon bij me weg. Will be disqualified in 8 seconden. Oh, kijk. Je moet echt 100 meter eerder remmen bij die ene bocht. Ah, fuck. Dacht je er gewoon weer in? Ik probeer het snel rondje te rijden. Parkeerde hem weer leuk, ja? Vol in de zijkant. Hij rende niet uit. Hij reed keihard door de boarding aan. En dan denkt hij dat iemand hem geraakt heeft. Wat van die mensen die dan zeggen van ja, nee, ik lag niet mee. En dan kijk je in de replay en dan niks aan haakje. Ik heb weinig van mijn auto over, kan ik je vertellen. Nee, ik ook niet heel veel. Ja, maar ja, je kan ook gewoon niet rijden, dus dat scheelt. Nou, ik krijg al 5 door. Nou, ik hoop dat jullie snel rond maken. Sorry. Echt slecht. Ik reed toch achter jou, Noxie? Of Shadow? Reed ik achter Shadow? Nee, toch? Vreemd, dit. Nekke Nox, 1.22. Goed. Ah. Ja, ik vind de auto maar niks, maar oké. Okay. Gaat iets te hard, hè? Dat nee, zeker 2-3 seconden. Nee, het is gewoon een kutauto. Je zou hem maar in het echt hebben. Voor een paar jaar heb je alleen maar racespelletjes met elektrische raceauto's, jongens. Ja. Dan gaan we Tesla races houden. Ja. Ik zit te wachten op het eerste spel die er eentje in heeft zitten. Ja, klopt. Dan ga ik er alleen maar in rijden. Ja, volgens mij is er al een spel die een Tesla erin heeft zitten. Oh ja, ja? Ja. Ik dacht die Forza Horizon had hem volgens mij. Of die motorsport. Oké. Okay. Even kijken.
Ik zag een keer een YouTube-filmpje voorbij vliegen waar iemand met een Tesla een circuit aan het banen. Die Nürburgring dus. Oh, dat is ook leuk, Barcelona. Met die haakse bochtjes. Vooral met deze auto. Die moet je met 50 pakken. Nou, pakt iedereen met 2,50 waarschijnlijk. Van een rustwit trouwens, Daan. Gelukkig. Jongen. Volgens mij de deur dicht gedaan met de slot. Ja, ik kan er wel op slot doen, dat is niet zo'n gek idee. Ja, doe maar. Ik zou de boel helemaal afzielen daar. Ja, ik dacht dat is wel fijn. Een eigen man cave hier. Maar ik was vergeten dat als dus wel het doorloopt naar het washok. Ja, ik beter over na moeten denken. Ja, je had de twee ruimtes moeten ruilen. Ja, ik heb nog een mooiere man cave in het verschiet liggen. Als zij met kapsalon, dan ga ik een kapsalon als man cave gebruiken. Godsamme. Ik weet niet. Het spel. Je zat op mijn bumper geplakt, Anne. Dat was echt heel raar. Dat was het. Ik wou zeggen, mijn auto remde niet wilde ik. Nee, dat was echt. Ik remde gewoon en jij ging me vooruit. Ik fantastisch gek, ja. Waarom gaat mijn auto nu? Jezus, wat neem je die bok mooi, joh. Hoe kan je dat? Nox. Ja, hoeveel netjes, Paul. Ja. Neem gewoon die bok zonder te remmen, gewoon in één keer. Die Ford is wel listig, of niet? Oh, ik denk het, maar. Hij is niet zo snel. Jullie lopen gewoon bij me weg. Oh, dat was een hele mega fout, Nox. Oh, even sweepen. Godverdomme. Nou, even concentreren. Oh! Godzomme, rijdt een oud vrouwtje opeens van mijn neus met takken. Ik raak net. Tik net zo'n randje aan, pok! Ja, sorry, daar ik remde iets te veel in die bocht. Vol gas! Echt waar? Die bocht? Ja. Niet normaal. Wow! Dit vind ik een moeilijke bocht. 27. Maar is er iemand blij dat schade uitstaat? Ja. Net voorbij, Ray. Ja. Ik ging gewoon twee keer rond. Kom op. Grote auto. Oh, sorry. Maakt niet uit. Godver. Weer 360. Jezus, die auto voor jou, Nox. Verlies de motorkap, jongen. Ja, dat is, ja, Nox verliest alles. Word je wel lichter van? Ja, sneller. This is the last lap. Push up to the front. Dus
spoilers zit helemaal los. Beuk. Het is niet de bedoeling. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te rijden. Ja, dat zegt Mark ook altijd. Dus. Ja, heb je de Jossie bent weer voor je rijden, Shadow? Ik probeer gewoon zo goed mogelijk te rijden, maar zonder dat ik door beuk ik gewoon mensen. Ja, dat is altijd. Krijg je altijd die tik naar links, hè? Nee, dat is echt waar. Oh, ik word helemaal zenuwachtig. Even zit in mijn nek te hijgen. Ja, ik zag jou een foutje maken, maar ik maak hem zelf ook. Ah, oh, man. Jezus, zijn jullie er nu al? En ik zat de hele tijd bij Nox in zijn nek, maar... Jezus, oh. Nox, 1.26, hoe krijg je het elkaar, man? Lekker hoor. 1.29. Ik dacht dat je het zo'n scheidbak vond, Nox. 1.29 hoog in zijn homo's. Nou, je ging er anders lekker doorheen. Ik heb een hele snelle kick gegeven. Hey, je hebt 69 seconden om dat te doen. Waardeloos. Ja, zevende Karel, dat is niet altijd best. Nee. Ik krijg deze auto niet onder de knie. Rij je met een controller of een toetsenbordje? Controller. Controller. Nou, mensen die met een controller rijden 1.33'ers. Sim zit ook met een controletje. Ja, dat doen we het goed toch? Als ze al die vangrails nou eens een keer weghalen, dan... Nou, wees blij dat die er zijn, want anders dan vlieg je 100 meter de grindbak in. Ja. Dan ben je weer een uur bezig om terug te komen op de baan. Ja. Round 5. Oh, laatste ronde, gelukkig. Oh, San Francisco. Yeah. Nu al zin in, hè. Je moet het alcoholvrij bier niet te snel drinken, Evert. Nee, daar ga ik behoorlijk van boeren. Ja, van de spul. Echt heel erg normaal. Kijk. Maar je hebt tegenwoordig ook kratjes van 0.0, hè? Dat drinkt veel relaxer dan zo'n blikje. Is dat zo? Ja. Oké, okay. Wist ik helemaal niet. Zelfs nog goedkoper dan normaal kratje, Heineken. Oké. Okay. Was deze week in de bonus. Aha. Precies daar, ja. We kunnen nog vanavond, tot vanavond 12 uur onze boodschap aanpassen die morgen geleverd worden. Ik zal zo even kijken in de app. Ja. En we gaan tot 1 over 12 door, even. Nou, oh, er staat iemand te slapen. Hey. Ja, dan zit ik gelijk tegen die muur aangeplakt, hè. Echt fles, jongen. Hou voor jou. Lekker door de bocht driften. Echt keihard in je kont. Hoppakee. Oh, Nemesis, de zwaffelaar. Pikant. Nee! Tauto. Hetzelfde Nox. Ging over de curve. Ik ga dwarsje. Ja, had ik ook. Don't be surprised if you're gunning. Oh. Ah, Nemesis Shadow. Ja. Je moet geen gas geven over de curve, Steen. Nee, dan gaat hij gekke dingen doen, die auto. Oh, dit wordt springen. Ik land de volgende keer denk ik bovenop je Shadow. Ja, dat bedoel ik. Noxie, jongen. Ja, maar jij drukt me schuin, hè, vriend. Wie was dat? En de kutbal leeg. Ja, ik hoor dadelijk andere auto's. Ik land er bovenop Shadow bij de laatste jump. Zo, lekkere bocht Nox. Nox zit op wraak. Ik heb een soort cabrio.
Ik denk dat ik laatste ga worden nu. Nou, dat weet ik niet hoor. Er worden zoveel fouten gemaakt. Ja. Ben je al een beetje aan de Capri gewend, Paul? Ah, ik had het niet moeten kiezen. Veel te traag, man. En hoe doet hij het in de bochten dan? Oh ja, niet slecht, man. Hij is gewoon te traag. Je loopt zo bij me weg, man. Hoppakee. Hier, ja, komt er weer in. Ja, dat ben ik. Doe eens lief tegen mij. Je doet altijd heel onaardig. Oh. Oh, kut. Kut. Ik sta vast in de muur. Oh. Hopla. Kom. Lekker bocht, Flash. Dit stuk loop je echt van me weg, Nox. Niet normaal. Ja, dan toch, ik rem niet. Oh. Poeh. Oh, kut, foutje. Daar hield ik even voor je in, Shadow. Ik had hem ook gewoon vol achteruit kunnen knallen. Oh, is dat zo? Vangrail, gaat nergens over. Hier weer. Ik. Nou. Maar wist je niet, maar die vangrail is magnetisch, hè? Cabrio, alles is ja, straf. Ja, ik nu. Ook al. Of een taargouw noem je dat? Lekker luchtig. Nou, kijk of ik even het nog kan inhalen. Vol bij de muurbeuken. Oh! Ik miste je net, helaas. Hey, helemaal vol gas ging toch niet? Ik ben even snel monteren, jantje. Jezus, Shadow, joh, zeg gewoon end naar voren. Hey, Shadow, jongen, eerste. Lekker, man. Eindelijk. 1,42. Ja, als je helemaal de voorkant van je auto af hebt, dan heb je zo'n haak aan de voorstelling. En ik bleef gewoon twee keer in de berging hangen. Ja. Echt gewoon zo ontzettend kut. Maar ja, het zei zo. Nou, jullie laten wel zien hoe het moet. Een 1,42er. Oeh, absoluut. Ja, hoor. Ik weet niet waar je die 3 seconden pakt hoor, maar... Nee. Ik had voor mijn gevoel ging ik plankgas, maar... Ja, je hebt een aantal bochten die rood instuurt met die racelijn. Maar als je die op een bepaalde hoek instuurt, dan kan je gewoon plank gas. Oh, ja, dat scheelt dan inderdaad 3 seconden, ja. Ja, klopt, dat scheelt wel wat, ja. Zeker. Maar ja, ik heb altijd geleerd, rood moet je stoppen. Ja. Oké, okay, dan ga ik nu bij de eerste bocht gewoon plank gas. Iets met een goed kapitein. Dan heb de rest allemaal een rode auto. Er zijn nog stappen tussen, Mark. Dus ik zou zeggen, spendeer daar je energie even. Oh, oké, ja. Kijk, wend er maar van staan. Flash derde. In het algemene klassement. Atje. Ik heb niks gezien.
Maar jij stond er ook bij volgens mij. Oh, is dat zo? Ja, je stond tweede. Oh. Tweede inderdaad. Andere auto dus, hè? En andere banen. Oké. Okay, gewoon normale circuits. Nürburgring. Ja, die, die zit er niet in helaas. Niet? Nee. We gaan eerst de vehicle even changen. Ja. Oké. Dan kunnen we nog een... Ja, dan gaat hij beginnen. Wat is een goede auto, jongens? Ik heb geen idee. Ik kies maar wat. Ik kies de Mitsubishi, maar... Je hebt nog 5 seconden om wat te kiezen. Ja, dit is dus die... Waar die Grid Edition auto veel beter is dan al die andere bakken. Oh. Dus dat, ja. Jongens, dat was te snel. Ik moest nog kiezen. Na. Wat heb ik nu? Een Honda Civic. Maar je zal zien als je, door de, als je nu de Honda Civic hebt, dan verlies je finaal. Ja, maar ik wil een Skyline. Oh, die heb ik. Die moet je kopen. Ja, maar die kon ik wel kiezen, maar... Zie maar bij de start hoeveel beter die Grid Edition bakken zijn. Honda. Nou, lekkere start was dat weer. Oh, ik zag heel de bocht niet. Hola. Je kunt soms beter wat langzamer zijn met de start. Jezus. Ja, rij je ook op 2 wielen, Chris, of niet? Dat is wel een demolition derby. Dit is geen circuit, of niet? Dit is gewoon, Downhill. Ja. Jezus, dat is normaal. Ja, dan wel derde is er wel. Ja, wat voor. Hey! Hoppatee! Ik stond er net zo mooi voor. En Ewert is weer stil en die is weer weg hoor. Pak hem. Dat gaat niet allemaal soepel hoor. Dat downhillen, dat is niet echt mijn ding. Nee, die racelijn die klopt toch voor een meter bij mij. Wie was dat dan? Kutspel. Dat was Sam. Dat is mijn zoon. Oh, no. Oh nee. Nee. They won't be happy with that. Oh, joh. Of die auto's die naar vlogen, joh. Ik ben helemaal 2 keer over de kop gegaan. Ik ben in 1 keer derde. Hoe kan dat nou dan? Jezus. Ja, dat ik ook. Ik ben kei over de lucht gevlogen. Die klote tunnelbuis. Wordt kei weer teruggezet. Godverdorie, hè. Ik ging iets te dicht langs de rotswand, dat is niet Nee! Ah, Paul! Ja, shit! Je moet dan toch voorzichtig zijn! Kut, man. Ah, oh, je stuurt niet meer lekker. Nee, die voor mij die trekt niet meer zo lekker op. Ja, och.
Nog twee voorbij, die geven ook even nog een zetje mee. Wat jij net al zei, die lijnen die kloppen niet hoor. Nee. Allemaal. Ah, 40 is een kutberg aan. Het zijn wel rondjes. Nee, het is één circuit. Het is één lange baan. Jeetje, de hele tijd dan draai ik helemaal over de weg. Ah, ik... Kutbaan. Ja, de auto is niet meer bestuurbaar, man. Kut. Ja, die baan is gewoon niet te besturen. Ik heb het idee dat schade uitstaat, maar gewoon, ik draai gewoon van links naar rechts. Ik heb ook begonnen waarom ik nu opeens op 6 draai, terwijl ik net bij mijn laatste reed. Nou, we zijn er bijna 88%. Oh, Noxy! Wat doe je? Op 93%. Jezus, ik moet nog 90. Of ik moet nog 10%. Nog 12. Nee! Mag ik? Echt een halve meter voor de finish, hè? Gewoon een meter voor de finish dwars staan. Oh mijn god. Ik dacht toch, ik glijd er overheen, maar nee. Ik heb geen voorrecht en achterkant meer. Oh. Ja. Echt, die lenser is echt kut. Nee. Hij drift een beetje veel, vind ik. Ja. Nou, hij gaat veel harder als die anderen. Even 15 seconden voorsprong. Ja, lekker hè, lekker hè. Ja, dan krijg je shitty buck. Ja, dat is wel wat anders, Shadow hè. Altijd eerste worden en nu gewoon ergens in de achterhoede. Nou, achterhoede maar. Ergens in de middenboot noemen we dat. Dat is zo grappig, ik heb 3,46 en Bald Paul heeft 4,46. Ja, ja, ja. Dat scheelt maar 1 minuut. Maar wel aan twee dezelfde auto. En waar zit het hem dan in, hè? Vraag je dan, hè? Ja, dat snap je niet, hè? Ach, wat is een minuut, jongens? Ja. Niks. Ja. Hey, met Ctrl Player, kun je ook je wings verlagen en verhogen. Oh. Oh kijk, Silverstone. Met Alt F4 oh, toch? Oh kijk. Ja. Grand Prix Circuit. Nou, dit is... Silverstone. Silverstone. Ja, is dit ook de echte baan? Of is dit een halve baan? Er stond de Grand Prix Circuit. Stond er. Ja, 5,89 kilometer. Nou, hij is wel wijd genoeg, dus... Och, nu gaan ze in één keer goed worden omdat ze de baan kennen. Nou, jongens, laat maar zien. Kom maar. Vond ik wel een uitspraak waar je achter kunt zeggen, dat zei je vrouw ook vannacht. Ze hebben een intellectuele voorsprong. Het ding houdt echt in bij de stad, joh. Niet normaal. Ja, ik zag... Goed kijken, joh. Heel veel van speed. Je staat allemaal op de nota aan me voorbij. Ja, oh mijn god. Ja. Ik voelde me net zo'n flipperkast. Ik werd gewoon alle kanten op geduwd. Stel dat je een lompe rikken. Chris, je moet linksaf hier. Smeer een paar lul. Ah, even. Ja, wat is er? Wat is er, Carl? Ha 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 ha!
No! Even! Ik werd gebeukt door een of andere... Ja, godverdomme, dit lijkt de kermis wel, joh! Nee, Paul! Jongen! Ja! Het is toch ook niet te geloven, die Paulus? Oh, dat kikker was. Het lijkt wel of hij een James Bond opleiding heeft gehad. Oh man. Jongen. Lekker, hè? Beuk hem erin. De zeeën in de lucht. Een goed programma, ja. Wat is dit nou weer dan? Ik krijg gewoon laatste, man. Oh, fuck. Zo, lekker, Paul. Ja, daar ga ik dan weer. Dan krijg je trouwens dat afsnijden, dat kan ook goed, hè? Dan krijg je een hele dikke vette strafseconde voor. Vijf seconden krijg je ervoor. Ja, dat moeten we niet doen. Ah, die bocht kan veel harder. Het is wel het echte circuit, dus je kunt niet zeggen dat je hem niet kent. Komt hij weer aan, hoor, die Hachi. Jongen. Die heeft zoveel seconden straks, jongen. Niet normaal. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar hij zit mij steeds wel in de weg. De Gaylord. Oh, shit. Wilde je hem achteruit inparkeren of zo, Chris? Jezus. Oh, shit. Die vond ik toch niet meer goed. En dan rijdt hij ook nog weg, nu ook, hè, lul. Ik ben disqualified. Nou, een klein stukje wat ik wilde afsnijden. Ach ja, was leuk, zolang het duurde. Ik heb wel even derde gestaan. Daarnaast de baan, of niet? Ja, oh, ja. Erg op het gras. Oh, ik ben mijn kofferbak kwijt. Je kofferbak deksel, denk ik. Ja, inderdaad. Zo, Sam! Met sporretje. Dikke drift, jongen. Jezus. Hoe doe je dat, joh? Oh, dat driften. Krijg ik de penalty, hè? Natuurlijk. Ah, shit. Nee, penalty. Shit. Damn. Ging Hoppa! Niet. Ja, je penalty. Door de gebeuk van jou, jongen. Smeerzak. Echt. Rot op. Die speuk. Right, you're on the final lap. Push to the front. De eerste ronde was wel lachen, zover ik weet beukte iedereen gewoon op een gegeven moment. Ja, ik ging van 1 naar 8, van 8 naar 3, dan weer vanaf 6. Maar het is wel knap als je disqualified bent. Nou, dat moet ik niet zeggen, want dat doe ik dadelijk zelf ook. Ik rem met één wiel over het gras, ja, dat mag niet. Yes. Ja, aan de binnenkant of aan de buitenkant. Oh, dikke drift. Dat weet ik niet. Dat is één wiel. Kom eraan. Godverdomme, deze fucking scheidenauto. En ik had slippen, hè? Leuke shadow. Ja, ik hoor het achter me. Maar ik heb een penalty van 2 seconden, dus. Oké. Nox heeft 2 seconden en Sam heeft 4 seconden, zie ik. Oh,
Oh, Shadow krijgt er nog 2, zie ik. 2 van Nox, 2 van Shadow. Oh, 5 seconden nu van Nox. Ja. Wat heb je gedaan, Evert? Chris, jij had ook punten. Oh. Jij ging 360. Oh. Ik toch nog derde. Mag ik wel jullie aandacht op de rondetijd van Carl? Ja. Die heeft de traagste bak op het circuit, hè? Zo. Wauw. Kijk. Ik hoor er ook een beetje bij. 1.55.6. Heel eventjes weg. Yo. Maar toch knap dat je in de eerste ronde, Daniel, al disqualified bent. Maar begin jij ergens rechtdoor of zo, waar je een bochtje moest nemen? Ja, 3 keer. Dat vond hij niet leuk, de derde keer. 3 keer gewoon. Ja, dan reed je achter me en dan kwam je voorbij de finish en dan kun je daar helemaal door het gras heen gaan, asfalt en gras. Oh, dan ging hij gewoon rechtdoor. Ja, ging hij gewoon rechtdoor en dan reed hij weer voor me. Twee keer lukt nog en de derde keer word je gedisqualificeerd. Oké. Ik krijg maar 2 of 3 seconden, dus ik denk van nou, dat is me wel waard. Daar win ik er wel mee. We hebben ook nog, die hebben we nog nooit gedaan, is zag ik stockcars. De Indianapolis 500. Hm. Op zijn oval. Ja, maar dan die hele snelle bakken die 380 gaan of zo. Ja, maar die gaan alleen maar linksaf steeds of rechtsaf. Ja. Gebeukt weer door de Shadow. Echt, wat een roze Gaylord. Ah, oh fuck! Dat ging niet goed. Nee. Ik gooide de handrem erop, maar dat was geen slimme actie. Jezus, paal, sorry, jongen, sorry. Oh, verdomme. Ik moet even remmen. Zie je hoe schijnt die auto stuurt, Chris? Noxie, jongen! Glijft alle kanten uit. My god, no control. Nee, hey, ik hielp je toch? Ja, 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 zeker. Je ging dwars, dus dan krijg je even tik van me. Godvernox. Ja hoor, waarom? Ja. Good start, hold the lead. Je rijdt gewoon mij achterna of zo. Je rijdt achter mij nou. Dem. Die bocht neem ik niet goed. Nee, je moet veel eerder remmen, je remt te laat. Je moet voor de heuvel en in de rem. Voor de heuvel remmen? Ja.
Zeg maar een meter of 10 voor de heuvel moet je al vol op de rem trappen. En dan in de bocht kun je weer gas geven. Ik slip gewoon, het lijkt een ijsbaan gewoon. Zo. Ik kwam een beetje verkeerd uit, zeg maar. Shit happens. Maar dat ding is toch? Nee, ja, Sol, dat kan ik ook niet geloven. Ja, dat zou wel moeten. Nou, deze auto hoeft voor mij ook niet meer hoor. Nee. Wat een scheidbak. Alleen maar driften met dat ding. Hmm. Bij mijn tasje, ja. En die open wiel gaan we zo wel even doen. Die liggen tenminste goed op de weg. We zien hem liggen dan. Heb je hem? Oh, zie je. Je moet met die auto gewoon in de bochten niet gas geven. Alleen maar sturen. Gewoon de kant gebukt, een flash. Goddamn, maar dat wil nog tweede worden. Kom op, zeg. Oh, kijk. 1.30, jongen. Zo doe je dat. Is het? Zo, Karel, 1.28. Mm-hmm. Mooi. Lekker, man. Vrije baan, hè? Ja. Ja, dat is goed, man. Ja, en die honden heb ik. Ja. Gaat die lekkerder door de bochten, die Honda Civic? Ja, dan kun je wel een beetje gas geven in de bocht. Die gaat in ieder geval door de bocht, wat heb je daarvan? Ja, die Mitsubishi is meer zo'n flipperkast. Ja, die glijdt alle kanten uit. Papa. Op wie wachten we nou nog dan? Hey, dan mag je rondje nog even wat afmaken. Doorloop zijn naar de washok, maar jullie hebben echt fucking veel was, hè? We hebben een wasmachine, vaatwasser, een droger. Een strijkbout, je mag dit droom. Maar ja, broodje babau krijgen zit er niet in, hè? Boven de 1.30 is voor homo's, hè? Heel goed, heel goed. Ah, jammer weer dit. Ja, echt een snelle ronde rijden, netjes hoor. Zo. Maar dat is omdat die auto rijdt gewoon veel beter. Ja, die rijdt toch best lekker. Ja. Nee, dat is iets heel iets anders. Dat is van jouw ouders. Nee hoor. Hebben wij daar gekocht? Waarom kan ik, weet ik veel. Ja, die hebben we wel gekocht, maar niet allemaal. En die mogen we ook nog voor 2.000 kopen. Hebben ze aan mensen aan? Nee, ik zal dan los staan naar de. Nou. Ja. Hey, anders vraag je er eventjes om een gefrituurde bounty. Doe me Turk. Met Jos Brinkie. Een ranzige snack. Ja, pikant dotje met z'n theesaus, toch? Pikendal met z'n theesaus. Of zij het ook?
Ja. Ja, maar ik heb nou even geen tijd. Heb je geen tijd? Nee. Maar we willen drinken. Ja, mijn broek. Ik heb even die fles 7-Up. Ja, God, wat een grote start heeft die auto, zeg. Ga rijden, je man. Tim is gewoon weer wat anders aan het doen. Ja, dank je. Jongen. Ik hoor alleen maar geglij achter me. Je zou toch andere auto doen? Als dadelijk de rondes afgelopen zijn. Ik heb 5 circuits gedaan, maar ik doe steeds dadelijk wel eentje. Dat is makkelijker. 3 is ook prima, hè? Ja. Ja. Oh, lekker even, heerlijk. Ja toch? Heerlijk, man. We hebben de Mitsubishi splitten, hè? Nou, dat heb je gedaan. Het leek meer een atoomsplitsing. Ah, dat kan vol gas. Nee! Oh. Man, ik trek bijna mijn stuur van mijn tafel. Ja, ik zit heel dicht achter Evert en ik wil hem graag inhalen, maar... Ja, ik wil graag een doxie pakken. Ik hoor iets te enthousiast. Nou, wie gaat er van zijn gas af? Vooruit dan maar. Ah, fuck. Schrok je, Sam? Ah, ik schrok je, ja. Niet zenuwachtig te worden, Noxie. Veel te hard, Evert. Nee, ik moet jou voorblijven. Oh. Ik denk, ik probeer je nog wat te temperen, maar... Ja, wat is dit dan? Oh! Noxie! Laat hij daar opeens stilstaan, wat doet dat nou? Hij was even de weg kwijt. That's not nice, Flashy! You goddamn motherfucker! Hier, krijg je mijn motorkap. Een vuil spel. Final lap, aim to break into the top 3. Hey, goed jongen. Wel gezellig zo, hè? Ja, absoluut. Oh! Ja, dan komt een Noxie Shadow er ook nog dichterbij. Oh, oh, oh. Damn it.
Fuck. Oh! Nou, ik dacht, ik rijd er langs, maar helaas. Ja, dat was alles of niets. Vuile klootzak! Tutut! Jammer joh. Gewoon, jij beukt me gewoon aan de kant, hè? Nee joh, ik was gewoon veel sneller. Ah. Wat een gay. Even foto's, even, maak hier even een foto van Chris, snel. Ja, je hart gewoon in de laatste bocht beukt me gewoon vol in de flank en dan... Nee, maar kijk, ik was ook gewoon veel sneller dan jou. Hier, 1.49 jongen. Ah jongen, homo. Netjes. 1.40. Ik moest de hele tijd inhouden, hele tijd de rem trappen. Het lijkt wel of ik op de in de file stond, joh, echt. Alleen die Shadow die kwam iets dichterbij, zie je dat? Kijk hoor, Shadow, 1.40.1. Tering Jantje, man. Dat ging wel heel erg lekker dan. Want ik had het idee dat het niet sneller kon dan dit. Yes. Nog één keer deze scheidauto en dan kunnen we weer, doe ik steeds één ronde, dan kunnen we wat meer wisselen qua auto. Ja. Drie is ook prima. En het is echt niet alsof we nu, oh, en deze auto rijdt wel prettig. Yo, we racen al avonden en je vindt elke dinsdagavond weer uit, oh, deze ik kan er nog geen reet van. Dus bring your A-game en word eens eerste. Ja. Nou, het is wel een circuit die jullie kennen, Red Bull Ring. Max Verstappen die kan dan ook de eerste worden, dus dat moet jullie dan ook lukken. Ja, volgens mij start ik ergens achteraan als ik het zo bekijk. Oh nee, midfield. There we go. Oh, wat een kutstart. Slecht start, Sam. Ja, ik ook. En Karel ook, jongen. Echt. Ja, nee, maar dat is iedere keer. Wat een poepstart, joh. Nou, ik zou ook niet remmen. Ja, Shadow er vandoor. Oh nee, ja, die pakken we lekker, wel. Lekker, Hachi. Yes. Ik zet hem op. Ah, is toch niet te geloven, dit. Kijk dan, die auto's van jullie die trekken echt veel sneller op, man. Ja, die auto die stuurt leuker in de bochten, maar qua topsnelheid is het echt kak, die bak. Ah, oh, kut, geen bak. Wieler onder het gin natuurlijk. Doe eens normaal, man! Ah, kak. Die was het, die in de bochten. Er komen de twee meloten me voorbij. Jammer joh. Oh god. Oh man. Kut, sorry. Oh, ja, kom op man, dan kun je veel harder doorheen, Mark. Kunt bonken, jongen, echt. Great first lap, you're leading the race. Rood betekent remmen, hè, Paul? Oh! Ja, maar Mark die remt al bij het eerste blokje rood. Ja, een Lonely on the top Shadow, of niet? Oh. Hou hem tegen, Evert. Ja, precies. Mooi roze kontje voor me. Echt, die auto's van jullie die trekken zoveel sneller uit de bochten. Nou, alleen ze sturen voor gemeten. Ik zie al twee keer achter mij dat het puntje van Paul gewoon zo ver bakt de baan vandaan. Ja, echt. Gewoon, gelijk gewoon door, ja. Zo, roodpluik hier van mijn neus. Jam volgens mij.
Zie, als het een beetje bochtig is, dan kom ik wel weer bij je. Ja, dat zeg ik. Die ligt lekker in de bochten, die auto van jou. Godver, krijg je een penalty. Waarvan? Afsnijden. Ah nee, ik glij uit over in op de rood vlak. Je loopt gewoon echt dicht van me weg. Ja, ik zie het, ja. En echt heel snel. Nou ja. Het lijkt wel, ik voel me net zo'n Mercedes, Karel. Zij, Mark? Ik voel me net zo'n Mercedes. Ja. Maar dan moet ik kijken, een Ferrari van 2 jaar geleden. Sam, jij kreeg net ook een penalty, of niet? Ja, over dat rode vlak. Ja. Blijkbaar. Ik volgde jou, ik kreeg ook een penalty. Te laat. Nou, en ik had het met Paul aan het duellen, maar nou met jou. Maar ik heb ook, ik weet niet hoeveel penalties, volgens mij maar 1 penalty. Ah, je loopt gewoon voor me weg, god. Ja, op dat rechte stuk verliest die auto het gewoon. Ja. Ah. Maar elke keer in de bochten kom je weer dichterbij. Ja. 1.26 Nox, wat is dat dan? Oh, ik heb geen penalty. Dat is voor homo's. Oh, god, sorry. Dat laat zien hoe slecht die anderen zijn. 3 seconden penalty. Even, zag je nou een 1.20? Ja. Ja, dichter. Jezus. Lekker. Lekker, man. Nou, nou. Netjes. Ja, ik wil echt van die auto af. Ik ben er niet blij mee. Willen jullie qua mini-stijl of willen jullie het hele snelle werk in Formule 1? Een beetje Formule 3 of zo, dat is wel leuk. Formule 3, dat is die F1000. Dat is Formule even, 3. Even wachten, met launcher, ik even pissen. Ja. Ja, ik ook. Ja, ik knijp gewoon mijn zak leeg hier. Dus dan is het, ja, is hartstikke handig. Of ik vraag, schat, ik heb een nieuwe nodig. En dan hangt je buisje van, is dat mooi? Tomaatje. Nee. Nee hoor, gewoon een grote cola fles scoren en dan het label eraf halen en expliciet tegen je vriendin zeggen, daar moet je niet uit drinken. Ja. Gefermenteerde appelsap. Indianendrank. Oké. Okay. Dus number of rounds 3 dan maar doen. Ja. En dan eens even kijken. Dat is zo'n baantje die ik met Shadow heb gedaan. Die was heel erg leuk. Ik zit even te kijken welke dat ook alweer was. Met heel veel bochtjes links-rechts. Even kijken. Ja, dit was dat volgens mij. Ja. Dat is dan ronde. Yo. Ja. Jedi F-1000. Star Wars.
Even kijken of ik, ja. Ronde 2. Ik hoor wel als iedereen er weer is. Ik ben er. Ik ben er ook. Ik ben er. Ik ben er ook. Dan mis ik alleen Karel en Sam nog. Ik ben er. Ja, ik ben er ook. Oké. Okay, ja. Dan kunnen we weer knallen met die handel. Ik had mijn resolutie nog lager staan. Ja, we kunnen hier niet zoveel aan veranderen, dus we gaan hem starten. Alrighty. Je kunt namelijk alleen maar een andere kleur kiezen, volgens mij. Maar één ding heb je wel hier aan deze auto, die ligt als een blok op de weg. Dus, Maar anderen zullen hem vast wel kapot kunnen rijden, denk ik. Ja, dat gaat ook. Dit is drie... Klopt, dit is een driewieler, toch? Ja, aan het einde wel, ja. Twist Valley. Oh, ik heb nummer 13. 76. Oh shit, dat heb ik overdag niet ingesteld. Dan is het schemerig. Synchronizing. Ja, maar joh. Je kunt wel met die wielen heen kunnen vragen. Hij ligt wel lekker op de weg, hè? Ja, plakt lekker, ja. Je houdt van plakken, dus. Ja. Valt er wat een plak af te lijmen? Ik heb de spullen bij me. Plakkie, plakkie. Je hebt best angst, of niet? Ja! Je had dat ook weer gezegd, hè? Ja, joh, over het gras haalt hij me in. Jezus, er beukt er eentje mij eraf. Grindbak. Echt eerlijk waar. No respect, hè? No respect for the elderly people. Jezus. Ging je bij de Paul? Ja, sorry hoor. De auto gaat maar 2,42. Ik denk dat ik veel langzamer rij als Paul, die van de neus heen. Ja. Maar alleen hij plakt lekker op de baan. Je kunt met 150 gewoon door de bocht. Aardig drift hoor. Ik ging net wel op de grindbak, jongens. Lekker Nox. Bezig. Nee, niet de gindbak, god.
geen fijn autootje. Nee? Vind je het geen fijn autootje? Hij drift me nog te veel. Nou, ik vind deze wel enorm veel plakken aan de weg, moet ik zeggen. Wat doe ik? Ah. Grote bocht. Eén foutje, ik ben gelijk bij ze weg, hè? Oh, 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 oh. Jezus! Weer de shadow, hè? Echt eerlijk waar. Ik wil hem netjes passeren, even zijn ruk naar links, pup, tikt hij hem aan. Ja, maar joh. Je had gewoon op je lijn moeten blijven, homo. Ik krijg je wel. Noxie, pak hem. Disqualified. Echt waar? Ja. Afsnijden. Afsnijden. Oh, oh, oh. Alles, oh. Damn it. Sam ook. Ja? Ook disqualified. Yep. Reken nu laatste dus. Yep. Ja, dus dan moet je even doorrijden. Dan ben je in ieder geval zesde. Maar dan ben je sowieso altijd langs. Ja. Ja, yeah. Goed zo, jongens. Wat doe je? Bedankt, hè. Sukkels. Wat doe je? Yes. En gewoon derde, vierde worden dan, hè. Wat een kut. Oh, Karel, ben je nog derde geworden ook nog? Ja. Oh. Ja, klopt, dan pers je er echt het uiterste uit. Top. En dan raak je één curvestoontje en dan sta je gewoon daar. 20, 8. 21-8, yes. Sam, weet je er helemaal afgetikt of zo? Want je rijdt helemaal niet zo slecht. Nou, plus 2, plus 5. Ik wilde bij Evert bijblijven. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik weet niet hoe, maar die is veel sneller door de bocht. Dus ik één keer, toen, twee keer had ik zo'n stuk overgeslagen. Toen was ik gedisqualificeerd. Zo, het heet vals spelen. Ja, klopt. Nou, het is maar 2 seconden per rondje. Maar jij bent er niet zo kapot van, Karel, die auto. Nou, laatste rondjes ging het beet. Dus even, je moet hem even onder de knie krijgen. Het is een zenuwachtige bak. Iets net te remmen en zo. Voor de bocht. Barcelona. Oh, weer in de stad. Nee. Memorial run. Nou, dit is eigenlijk meer een circuitauto, hè? Yep. Memorial run voor de Capital Riots in 2021. Het is nu wel stil bij Daniel. Volgens mij heeft hij echt de deur op slot gedaan. Ja, hij is dicht de deur, ja. Any for players? Nou, Paul, het is je kans. Ja. Je staat eerste. Zeg dat nou niet, man. De druk is enorm. Ja, wat is dit, joh? Ja, ga met je lopen. Jongens.
En jij neukt met mijn kont en ga je nog lopen zeiken ook. Wat is dit? Echt eerlijk waar. Echt eerlijk waar. Wat een badmuts. Ik heb nog nooit iemand het scheldwoord badmuts horen zeggen. Bij deze. Oh, dat past niet. Jongens. Oh, mijn neus ligt er weer half af. Ah, shit, ik ben blij dat je er zo van geniet. Ik ga hem wel terugkijken vanavond. Nee, aan de kant. Nee. Nou, dan moeten we weer overal langs heen rijden, Chris. Nou, die Paul maakt weinig fouten nog hoor, kan ik je vertellen. Jongen. Zeg maar niet, man. Rustig aan, Paul. Rustig aan. Goed kijken. Gewoon het gas loslaten, niet als het te snel gaat. Nee, ik kan die geen stukjes afsnijden, ja. Joh, wie komt mij mee? Oh. Dat scheelde weinig, Mark. Nee, ik tikte hier nog aan, ja. Oh. Oh god, dan moet ik langs Daniel. Hoe doe ik dat nou dan? Mijn auto kiept er bijna om. Lekker, Karel. Nee, je moet rechtsaf even. Kom. Ik denk, pak hem even binnen door. Ik zag je wel. Ah, klote drift. Oh, daar komt Chris aan. Gaan we weer met z'n drieën door die bocht, hè? Tuurlijk. Oh, I see. Yes. Ah, nee! En bedankt. Yes! Ja. Yes, Paul, heb je... Heb de Daniel, man. Oh, mooi. 2-1. Daniel, die zijn me heel erg overdwars. Want samen ligt het laatste gewoon, door de geneuzel. Mooi, man. Hou je bek, man. Het is meer pisvlek. Ik zie je nog rijden, dus... Die twee auto's voor me negeer ik en ik ga gelijk doen op mijn kleur af. De roze. Fuck, foutje. Wat? Hoe kom jij opeens zo hard aanrijden, joh? Ja, hij ging me heel erg lekker die bocht. Ik probeerde jouw lijn te volgen en ik zag dat jij een klein beetje te ver naar buiten ging. Ik denk, als ik nou binnen doorga, als ik het niet haal, vlieg ik tegen jou. En als ik het haal, dan haal ik heel snel in, maar ik haalde de bocht. Oh, lekker bal. Flying high. Ja, spoiler eraf. Mark! Verdomme. Ze hebben helemaal over de die lijn gewoon niet met deze auto's. Ik weet niet wat het is. Sommige bochten kan je gewoon veel harder nemen. Deze. Kom op, alsjeblieft, een keer derde. Ah, wat een... smerige rukbeer ben jij, zeg. Terecht, jij duwde mij ook weer. Oh, nee! Ik lig op de kop. Ik lig op mijn dak. Nee, dan zit je weer achter mij. Oh, wat een drama is dit. Het zit gewoon helemaal vast in mekaars wielen, joh. Echt. Nee, Noxy gaat geen foutje meer maken. Wordt geen derde plekje, kan ik je vertellen. Oh. Godzame, met mij wel. Dan moet ik nog wel passen. Thank you.
tuut tuut. Hoppakee. Joehoe. Nog even langs Sam. Lekker snel ronde, Evert. Dank je. Die bus. Evert. Ja, ik zie wel momenten waar ik wel iets wat afhaal, maar 2,5 seconden is best veel. Ja. Zo. Nou, 3 bijna voor mij. Netjes. Mijn god, wat een tijdje hoor, Evert. Ja, nou hè. Nou. Nou, moet ik zeggen, ik zat wel aardig in de sandwich met iedereen, dus... Nee. Excuses, was helemaal niks aan de hand. En die Shadow ook gewoon 0,0 meegeven, hè? Gewoon hem er vol in haken. Nee. Ja, Paul, dit was wel ik jouw boom. Andere raken jou, ja. Ja, nee, snap ik. Andere raken jou, ja. Ik ga de beelden allemaal terugkijken. Dan gaan we eens even kijken hoe het is gegaan. En dan meld ik je bij de politie. Shanghai. Jan Antonel Run. Shanghai. Ik heb zelfs nog die is ook van jou, Chris. Die eerste gridopname met Jerry toen nog. Die staat ook nog steeds op YouTube. Nou? Ja, klopt. Die moet nou, je even vereeuwigen, Chris. Toen was Karel ook al aan het beuken. Op stomen van achter. Man, waarom sta ik nu opeens helemaal achteraan? Vind ik niet lol, ik. De slechtste spelers die komen altijd achteraan te staan. Dan hebben we daar last van thuis te rijden. Volgens mij was ik net nummer 1, Lullo. Oh. Is dit weer dezelfde? Nee, is een andere weer. Hallo, Shanghai. Piet. Oh nee, deze weer met die lange doordraaiers. Reis door man, Sam. Jezus. Doe dat ook altijd zo met je rijlessen. En dan moet je juist veel zachter rijden. Doei! Ik achteraan beginnen. Ik was ook iets enthousiast. Wacht, als jullie auto, die is mij maar 242. Jullie rijden mij er gewoon uit op de rechte stuk. 242? Ja. Yeah. Kan dat nou dan? Ik rijd 270. Ja, ik ook. Ik heb 242. Misschien omdat je net gecrashed bent. Helemaal schade staat er uit. Oh ja. Ja, wat is dit, jongen? Ja. Wat is kleren? We zitten met de wielen in elkaar. We rijden gewoon 1, 2 en nu rijden we laatste. Nee joh, ik rijd derde. Oh. Waar is Noxie dan? Wie rijdt laatst? Oh. Mijn battle. Ik heb hier vorige keer al zachtjes rijden tegenover jullie. Ah oh, nee! Spoor, wat doe je hier? Uit de muur! Vult hem helemaal omhoog! Ja, op twee wielen. Bah, ja, kom op de lijn! Hou op! Ja, hè? Hey, naar de kant. Oh, Mark. Ja, moet je zien hoe hard je mij voorbij rijdt. Dat is gewoon niet normaal. Ik snap niet dat jij een andere auto hebt. Het zijn allemaal dezelfde auto's. Daar snap ik niks van. Nee. Zo, ik ben weer bij, hoor. Lekker. Hey, de slipstream snelheid. Nou, maar ik rijd echt maar 2,42. Je weet dat er zo'n muur komt, hè, Mark? 2,42. Ja, en ik rijd 2,70. Oh, kak.
En toen reed je laatste. Lekker dan. Oh, zoals je net al zei, kut. De slechtste begint achteraan. Ah, jongens, ik ben achteruit aan het rijden. Godverdomme. Klap loopt ook nu achter mij dadelijk. Oh, hij zit achter mij. Jongen, jongen. Komt er niet langs, Mark. Echt wel. Dan buik je gewoon opzij. God. Wow, wow, ik heb mijn dak. Dank je, Docs. Hier was de onderste boven van, Carl. Ja. Ah, jij drukte me weer op de vier wielen. Oh, mijn uitlaat zit wel los nu. Ah, ik heb Shadow weer in beeld. Wat doe je, man? Ja, Daniel. Ik was eigenlijk bij de 70 en wij ging beuken, dus daarom dacht ik van ik ga gewoon meteen die binnenbocht in duiken. Maar de bocht was dus niet begonnen. Ik word nu, jongen. Beeldhard. Oh, je kunt niet vol gas door die bocht heen. Ik lag daar de vorige rondje ook op de kom. Wat? Je kunt nog vierde worden, Daniel. Gewoon planken nu. Nee. Dikke vette crash voor me. Nee, gewoon ook veel langzamer rijden dan jullie. Vooral op rechte stukken. Oeps. Oh. Damn it. Met je bijna. Hey, 32 heeft het. Ja. Ja, dat is het begin, dat ik in het begin in de melee zat, kon ik Shadow niet meer bijhalen, maar anders. Anders? Ik heb gewoon een 1.39 gereden. Jezus, wat slecht. Als dat je snelste ronde was, dan... Ja. Faster slap, 1.39. Ja, Carl, dat is niet echt, is niet echt goed. Nee. Ja. Nou ja. Maar je moet zo zien, langzamer. Als je boven de 1.40 rijdt, ben je gefaggerd. Toen ik er wacht, ik gewoon een ronde. Maar ik heb ook geen één clean lap gehad. Maar dat hoe kan je nou een auto hebben die 30 kilometer minder hard gaat? Hij heeft ingesteld dat hij sneller optrekt. Oh. Wat inhoudt dat je aan het einde van de band dan inderdaad power kwijt bent.
Als gear ratio als je dat, aanpast. Oh. Maar dat onthoudt hij toch niet? Dat heb ik bij die vorige auto wel gedaan. Ja, dat is dan standaard. Ja, maar wij rijden hier allemaal 270 in. Ja, het is toch er is ook maar één type auto, namelijk de Jedi F1000 Spec. Dus... Yeah. First, de Swaflaar. Yes. Ik denk dat dat dan toch met dat opschakelen te maken heeft. Nou, er komt er nog één met... Oh nee, dat was het met deze. We gaan we even heel langzaam doen of heel snel? Vinden jullie dit wel leuk, die Jedi? Ja, ik ben overal eerst geworden net, dus goede auto hoor. Ja? Goede auto? Maakt mij niet uit, je kies maar wat. Maakt mij niet uit hoor. Of gaan we eens even old school? Even kijken, wat was het ook alweer? Ah, niet met die minis, hè? Even kijken. We hebben ook nog stockcars, hebben we ook nog pro trucks. Hebben we ook nog nooit gedaan. Wil dat eens proberen? Trucks? Ja? Eetje. En dan doen we één ronde. En dan kunnen we nog een baantje uitzoeken. Even kijken. Ja... Ja. Gaat ie. En dan zeggen we launch. Geen idee of het wat is, maar... Zien we dan wel weer. Dumont type 37. Kijk, het is vrij makkelijk circuit. Het is een halve Silverstone met alleen maar rechte stukken. American Mystical. Oh jezus. Die slipbakken. Speciaal gemaakt voor het Amerikaanse publiek. Want zo'n ingewikkelde racebaan waar je links en rechts kan, dat trokken ze niet, hè? Mijn god. Het klinkt wel hard, zeg maar. Wielspin. Ik stuur gewoon niet, joh. Wat een hoekige bak, zeg. Hij drift lekker, ja. Ja. Nou, Paul vindt het niet erg, want hij rijdt de eerste. Nee, even. Ik doe niks, Carl. Tijd remmen, jongens. Oh ja. Daniel, luister. Ja, jij remt is... voor zeker de auto volgen, hè? Ja, dat is te laat. Ah, het slipbakje. Even het. Leven en later leven, Karel. Ja. Wat zei je? We hebben een penalty gekregen. Ah, oh, jongens. Oh, ik heb een rode lap. Ja, heel goed. Omdat ik door het gas heen ga. Ja, ik heb er nog race voor, ik heb er nog race voordeel bij. Ik ging op de buitenbaan al over het gras en ik krijg een penalty. Helemaal de grindbak in. Chill. Wat een tyfusbak is dit, zeg. Mark, komt al helemaal een dolle kamikaze naar die bocht, hoor. Ja, het is even maar. Als
jij het was, zou ik natuurlijk remmen, maar... Oh, voor mij krijg ik ook een rode rondje. Nee. Je even is gewoon een oude opa, man. Kijk, hier rijdt... Ja, maar, hoe komen jullie steeds naar die stel uit, man? Ik, Ho. Die Nox is gewoon weg, hè? Ja, die is helemaal weg. Jezus. Ja joh, lekker hoor. Weer een rood rondje, Herbert. Ja, inderdaad. Ik denk dat ik heel veel strafseconden krijg. Ja. Ik doe het niet expres, maar het lukt me niet om die bocht goed te nemen. In zo'n bocht dan gaan remmen, dat werkt helemaal niet met deze auto. Je kunt die bocht niet remmen. Dat kan niet, Mark. Je bent wel een beetje treintje rijden, heb ik het idee. Ja, je moet in de slipstream hangen, hè? Het is je gelukt, David. Ja, eindelijk, hè? Laatste rond. Oh, weer een penalty. Stom spel. Stom spel. Ja joh, rem lekker niet. Jezus Christus. Joh, iemand heeft me niks op te hebben. We moeten toch gaan op die laatste bocht, David. Zo, lonely aan de top, Nox. 12 van de penalty's. Ja, ja. Rondje duurt te kort. Duurt te kort, zegt hij. Ja. Ik had er bijna. Kijk dan, ik heb gewoon 4 strafseconden. Ik ga van 2 naar 4. Fuck. 1, 6, 3, netjes. Dank u. Zo. Inderdaad, ja. 4 seconden, 3 seconden, 4 seconden straf. Goddamn. Nou, hebben we daar nog een klasse van? Die hebben we ook nog nooit gedaan. Die gaan we nu doen. Ik vind het aantal auto's is enorm, maar ik vind het aantal circuits een beetje tegenvallen bij Grid 2019. Je hebt ook nog Project Cars 3, maar daar zitten veel meer banen in. Ja, hè? Maar ja, die is weer een beetje prijzig nog. Die is nog steeds 30 euro. Hm. Als die nou ook een tientje wordt... Ja. Heb je brain screen, Chris? Nou, dat doet hij. Bij deze doet hij dat natuurlijk weer niet. Nee, zijn harde schijf zit vol. Even kijken. Door zulke shit, Chris, roep je echt een vloek af op je. Hè? Dat als we ooit weer een LAN-party hebben, echt dat je je PC neerzet en die in 15 stukken uit elkaar flikkert. Op tafel. Ja. En dan loop je naar de achterbak en dan heb je al reserveonderdelen bij je. Bah. Ja. Even kijken hier. Ja. Ja. Even kijken of dat ik het goed doe.
is waar. Stikken met rubber. Uh-oh. Power. Heb je die power gezien? Jezus. Je gaat naar de oval stok. Een oval car. En een rolling start, want dat hoort bij deze klasse. Okay. En ook nog even met alle computers die er maar zijn bij. Het wordt één dikke orgie, denk ik. En 6 rondjes. Dat moet voldoende zijn om lekker, eerste ja, te worden. Ik heb dan altijd zo'n idee dat ik dan mijn aandacht helemaal verdeeld is, weet je wel? We zijn met z'n 20'en. Oh, heb je artificial erbij gedaan? Yes. Oh my god. En dat is dan de laatste race of wat er wel komt? En Carl, jij start helemaal achteraan, zie ik. Ja. Lucky me. En dan zullen we daarna nog één race doen. Zullen we, na deze doen we nog eentje, nog één race. En dan is het 11 uur. Eraf. Oh god! Jongen. Eerst naar links gebeukt en dan naar rechts. Die AI die rijdt gewoon rechtdoor en die beukt me gewoon de muur in, hè? Oh, ik heb een verkeerde omstaan. Hij gaat naar rechts toe in plaats van naar links. 340. Hij is gewoon begrensd op 340, die kutbak. Nou, ik vind het hard zat, moet ik zeggen. Oh, hij duwt me gewoon op het gras, hè, die Shadow. Nee, even. Ik heb een slipstream nodig van je, Paul. Kom maar. Oh, wat doe je? Kijk, man. Wie was dat? Jongen, wordt iemand voor mijn neus gezet gewoon. Helemaal niemand voor me, dan komt er opeens 2 auto's voor mijn neus. Uit niks. Gewoon even wat voorbij zeilen, zeg maar. Ja, die AI die beukt me gewoon de reling in, jongen. Wat is je beuken met gedaan? Kom op. Toch iemand hard slippen. Oh, wij zitten er vrij dicht achter, Karel. Ja, als we gewoon rustig ervoor rijden. Ga niet goed hè, Mark, weet je. Ik hou in. Geef maar gas. Kom maar binnen door, ik weet niet wie ja, er rechts achter mij zit. Ik doe niet anders gas, baby. Hoe is het? Oh, jezus. Wie was? Oh, dat was de computer. Wat jezus. Oh ja, Louis André. Dichterbij. Kom maar binnen door. Ja. Ik zie gewoon van die computerplayers ook gewoon alle bumpers door de lucht vliegen. Hè? Ja. Passen ze zich aan de normale players? Ja, ik heb hem op medium staan. Je kunt hem ook nog very hard zetten. Dan rijden ze gewoon bij je weg.
Hey, flash. Godverdomme, ik kom er niet dichterbij. Hoe plank gas, hè? Oh, we hebben nog maar één ronde. Wie rijdt er nou tweede dan? Of Fernando Alonso rijdt eerst. Ja. Jongen, alle lak weer af. Oh, Hachi komt even voorbij, Chase. Sam, iedereen, Chase komt nog even voorbij in de laatste bocht. Oh nee. Nee, Nox, nee, dat gaat helemaal niet worden. Helemaal geen zin in. Oh, dat lukt hem ook nog. Nee, Hachi, op je lijn blijven! Nee, ik mag mijn lijn... ik mag mijn lijn beschermen, of hoe noemen ze dat? Mijn lijn verdedigen. Ik ga weg! Jezus! Jezus, Hachi, je homo! Ik ga weg! Ik moet vliegen! Dat is lastig. Wie heeft hem nou? Jij of ik? Ja, ik natuurlijk! Nou, weet ik niet. Wie heeft... Ik ben benieuwd wie hem heeft. Ja, ik ben 11e, jij bent 12e. Ja, oh. jongen. Nou, ik zie wel dat we er geen reet van kunnen. Rondetijd, Thomas. Oh, Karel, jij deed nog het best van allemaal. 1,50. Ja, 2. Maar ik kom geen reet dichterbij op het laatst. Oh, hier Paul, 1,49,9 nog zelfs. Ja, ja. Niet slecht, hè? Goed bezig. Ja, dit is niet zoveel sturen, hè, met het stuurtje. Nee, klopt. Ja. Nou, laatste race, jongens. Ja, alrighty. Een stuur van een paar honderd euro en dan ga je een race spel doen waar je alleen maar linksaf gaat. Ja. Ja, ik denk, dan kun je in ieder geval zeggen dat je een keer de oval hebt gereden. Thomas Lambert. Nou, daar gaat hij. Laatste race. Even kijken. Change vehicle. Laat me raden. De Mini. Oh jezus. Even kijken. Power weight. Nou, rear, four wheel drive. En een Forza kost het rear wheel drive. Computer maar weer uit, hè? Ja. Wat gaan we nemen? Ik ga gewoon voor de Johnny bak. Kan je de homo's ook uitzetten of blijft er dan vrij weinig over? Even kijken. Of dat is Chris is zo homo dat hij dan daardoor wel weer meedoet, weet je wel? Revanche, want mijn 11e plek is me net ontnomen.
Ja, oké. Okay. Waan, kleef aan. Nou, dan gaat hij dan. Allemaal dezelfde auto kiezen of... Ik heb de Volvo. Ik heb de Alfa. Ja, hier is niet echt verschil, Mark. Dat was in die andere wel net, okay. Met die Evo. Nou, niet gaan huilen als ik dadelijk met die BMW win, hè? Niet gaan huilen als ik win. Je had dan de BMW-stukken mogen weglaten. Want we hebben je de hele avond nog niet zien winnen, vriend. Jawel, één keer. De tweede race hebben we gewonnen. Of de eerste. Oh ja, joh, heb je daar screenshot van, Chris, of niet? Nee, natuurlijk niet. Nee, zie ik klopt. Dat is onzin. Nieuwe prijzen, nieuwe kansen, toch? Ja, ik heb morgen een drukke dag. Ik moet al het beeldmateriaal analyseren, dus... Nee, doe maar niet. Om je tactiek voor volgende week te bepalen. Ja, precies. Ja. Zo, net op tijd terug. Oeh, Karel, jongen. Dat is inderdaad secondenwerk. Ja. Ah, synchronizing. Oh, die Volvo is wel erg groot. Er is veel ruimte in beslag in mijn beeld. Dat is echt zo'n familiebak, hè, met kinderzitjes achterin. Nee! Ah, fuck! Godverdomme! Jij begon! Dat zag ik wel de eerste voor. Oh, nou, dat wordt weer een lonely race. Ja, er zit een gat in mijn achterbuur, dus ik kan nooit begonnen zijn. Lekker, Chris! Lekker nou, voetje vrij. Ja, die rijden alweer voor mij, dus je hebt ze zo ingehaald. We zijn zo weer bij. Hey. Dat valt mee, ja. Paul, die was bezig met een pitstop volgens mij. Ja. Maar godverdomme. Even parkeren. Ja. Oh! Mijn auto gaat bijna op het dak in zijn bochtje over de curbstone. Oh, ik pak de volle vaart aan, blijf achter iemand haken. De commentator zegt dat ik uit Sam zijn een aura moet blijven. Je moet die curbstones niet al te hard meenemen, dan denk je auto op twee wielen. Yes. Wij hadden wat oude hoeren en Noxie die scheurt er voorbij. Nee! Man, ja. Flappy! Oh shit! Oh, dan rijd ik de rest van de race alleen. Heb ik hem eindelijk er van de weg afgekregen, blijf ik aan het vastplakken. Yes. Dan rijd ik samen hem laatste. Het kan nog, als ze lekker stoeien aan de voorkant. Kan zeker nog. Motorkap. Ja, zijn ze lekker bezig, Karel? Ja, ik heb de tweede plek nog in beeld. Oh, oké. Nou, het is meer een vouwwagen dat ik heb dan een BMW, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik zou wel eens serieus met die rijschool van je zoon gaan praten, want... hoe die aan het sturen is... jongen. Ja.
vet uit. Gewoon op twee wielen gewoon, hè. Die vloog gewoon keihard bij uit de bocht op twee wielen. Foutje Nox. Oh, lekker. Foutje Nox, ja? Ja. Ja, als deze over de curbstone heen stuiten, kan er twee wielen in de lucht om een of andere reden. Ja, dat is... Ja. Dat heb ik ook al een paar keer gehad. Dat moet je inderdaad niet doen. Te hard over die curbstones heen gaan. Oh. Stuurt hij ook niet echt meer. Jij dan, man. Tja. Flash me ook nou voorbij. En waarschijnlijk Daniel ook. Nee. Ja, maar ik ken er niet voorbij. Daar is het hem. Daar is het godsamme zijn lijn te verdedigen. Kiki zo'n roze Volvo, hoor. Doe nou niet! Je kan, dat kan, jongen. Je ja. Terug wel. Oh. Jongen. Laat me raden, 360. Ja, mijn deur ligt eruit en mijn deur is aan het klappen. Nee, niet op de Oei. Oh, kut. Ja, ik is had ook een barrière. Ja, nee, doe ik het weer! Ik ging iets te hard de muur in. Gelijk, twee keer de bochten scherp aan, nog twee keer op twee wielen. Ik was er bijna, Chris. Oh mijn god. Nee, doe ik het godverdomme weer! Heb je ook die BMW toevallig gehad? Zie je het gewoon weer? Hè? Nee, die Ford. Oh. Die heeft het net zo erg. Of je moet hem echt vol de stoep oprammen, of eromheen gaan, maar... Een beetje curb meenemen, dat Er rammelt van alles. Het eerste stuk van die race, Jezus, met Shadow, wat een gebeuk, jongen, niet normaal. Wat is dit nou weer? Swaffela eerste, kan dat nou? Ja, hij is heel stil weer, hoor. Ja. Nou, ik moet zeggen, dat wel de strijd met Noxian. Nou ja, dan moeten we maar de snelste ronde rijden, hè? Dan laten we tenminste zien wie de baas is. Nou, daar gaat hij. Laatste ronde. Kijken of ik een snelle tijd neer kan zetten. Fort is wel sneller dan de Alfa. Stomme kutreden. Shit. Nee. Een beetje dicht in de buurt, Daniel, bij Paul, of... Nee, niet meer. Ik blijf nou vasthaken. Echt hoor. Ja, met even. Blijf je haken? Ja, in de bandenstapel, hoor. Oh. Check die snelste ronde staan, waar ook er is.
Ja, wat je al zei, Carl, die auto van jou is veel sneller. Ja, hè? Je rijdt die Alfa, die trek je er gewoon uit. Ja! Ik wil met de Alfa bovenaan, jongens. Snelste rondetijd! Lekker hoor, losers! Zegt hij terwijl hij op de zesde plaats staat. Nee, even een foto maken. Ja, die zes haal ik wel weg dan, die streep ik door. Luister Mark, als ik geen ultra-wide scherm had gehad, had ik moeten scrollen om jou op het scorebord te zien, kerel. Dus hoe is het? Ja, ik had een beetje gevecht met Shadow in het begin. Die spook. Ja. Nou, dat was het. Of doen we nog even de jas aan? Nee, dat was hem voor mij. Dat was hem voor mij. Nee, ik had hem. Oké, dan gaan we stoppen. Ja. Nou, even morgen, volgende week weer in de agenda zetten, hè? We kunnen blijven proberen om jou te laten winnen, Mark. Maar dan zijn we hier de hele nacht nog, hè? Ja, precies. Ja, nee, dat klopt. Ik ga de hele week wel oefenen, Nox. Goed? Deal. Nou, was weer even gezellig, boys. Ja, bedankt. Zeker. Absoluut. Zeker.